Het vroegere patronaatsgebouw De Vank heeft eindelijk zijn definitieve nieuwe bestemming gevonden. In De Vank zijn namelijk 6 nieuwe woningen gerealiseerd. Ik ging op bezoek bij 2 nieuwe bewoners. Waarom hebben jullie destijds in 2015 besloten om in De Vank te willen gaan wonen? Wij waren eigenlijk al jaren geïnteresseerd in een monumentaal pand. Ja, dat was er niet. Tot mijn man ineens hoorde van, ja, in De Vank gaan ze woningen maken. Dus vlug ingeschreven. En toen wisten we dus nog niet of het door zou gaan. En pas maanden later hoorden we van, ja, we waren een van de eerste die ingeschreven hadden. Dus we hadden mazzel. We hebben echt een lotje uit de loterij gehad. Wat was er allemaal voor nodig om dit huis klaar te maken zodat jullie erin konden gaan wonen? Wij konden het zelf helemaal indelen. Het was dus zeg maar helemaal kaal, leeg van binnen. En we hebben met de architect zelf de ruimtes in kunnen vullen. En wij hebben dus gekozen voor bijvoorbeeld de lift. Er zaten liften in. En die hebben wij laten vervallen en gekozen voor beneden te gaan slapen. Moesten jullie nog rekening houden met bepaalde voorwaarden gezien de monumentenzorg? Ja, we moesten rekening houden met de kleuren en we mochten ook niet alles doen wat we wilden. Bijvoorbeeld geen hondenhok in de tuin of een andere kleur zonwering. Nee, er waren wel wat dingen waar je rekening mee moest houden. Nu zijn hier 6 woningen in De Vank gekomen. Hebben jullie ook onderin contact? Ja, vanaf eigenlijk het begin, want we hebben een vereniging van eigenaren. Dus we hebben al vaak vergaderingen gehad met gezamenlijke belangen. Dus we kenden elkaar allemaal al lang voordat we hier gingen wonen eigenlijk. In hoeverre is het feit dat hiernaast de Savant van Lentorf ligt ook een mooie bijkomstigheid? Wij hebben dus met de koop hebben wij ook te horen gekregen dat we dus in de toekomst, mocht het nodig zijn, de zorg in kunnen kopen hiernaast bij Savant. Jullie wonen hier nou vanaf maart. Hoe bevalt het eigenlijk? Ja, heel goed. Echt heel dorps. Je woont midden in het dorp. Alles te voet bereikbaar. En het is heel rustig wonen. En toch ook heel veel leven in de brouwerij. Met mensen die hier langskomen fietsen. En het is een hele fijne combinatie van rust en gezellige dingen zien. Dus de lange en moeilijke voorbereidingstijd is het alleszins waard geweest? Ja, dat kun je wel zeggen nu, als ik terugkijk. Ja, dat klopt. Waarom zijn jullie destijds hier komen wonen? De belangrijkste oorzaak is dat we dus begane grond wilden gaan wonen. Mijn vrouw die heeft een hersenbloeding gehad in die tijd. Half de eerste helft van 2015. En toen hebben we dat besloten. Om dat proberen klaar te krijgen. En wat is er allemaal moeten gebeuren voordat uw woning echt klaar was? Nou ja, het is dus helemaal gerenoveerd in feite. En er zijn een aantal vertrekken in het gebouw anders geworden. Alleen het appartement van mij beneden zijn de vertrekken in principe hetzelfde. Alleen, ja, die zijn ook gerenoveerd. Al nu muren, vloerverwarming en alles. Maar we hebben dus, omdat we er meteen bij zaten, vanaf het begin inspraak gehad met de bouwer en met de architect, noem maar alles op, hoe het zou worden ingericht. Al die vertrekken, de slaapkamer, de badkamers en noem maar alles. Nou, dat was natuurlijk fijn en dat is heel goed gegaan. Moest u ook nog rekening houden met een aantal voorwaarden van monumentenzorg? Ja, dorpsmonument, dat is ook een van de redenen geweest dat het wat langer geduurd heeft. Er loopt nog een kwestie, maar ja, dat zien we nog wel. Maar het monument moest zoveel mogelijk intact blijven en door zoveel mogelijk kenmerken moest hij handhaafd blijven. Alleen er is wel akkoord gegaan door de gemeente met de uiteindelijke uitvoering en het aan- en aanzicht en alles. In hoeverre is voor u belangrijk dat de buur de Savant van Lentorf is? Nou, dat was toen we voor het eerst hoorden van dit plan zoals het zou worden, zat er meteen die Savant voor bij, dus dat wisten we. Nou ja, dan heb ik gezegd, dat is natuurlijk logisch dat wij dan daar definitief naartoe gaan.
Want dan kunnen we in principe ook blijven wonen met z'n tweeën, dat is opzet. En kunnen we ook terugvallen op de zorg van Savant. Vlakbij, dat is natuurlijk makkelijk. U woont hier nou sinds 1 maart. Hoe bevalt het? Nou, het bevalt ons steeds beter, laat ik zo zeggen. We hebben eerst wel moeten wennen aan alles, natuurlijk. Want het is niet klein. Wij dachten dat we kleiner gingen, maar het is in totaal wat kleiner. Maar qua oppervlak, woonoppervlak, is het net zo groot als waar we zaten. Nou, we voelen zijn heel prettig iets hier. Ik hoop dat jullie er nog lang van mogen genieten. Ik ook. Nou, we zijn al op gevorderde leeftijd.